Weet je wat nou leuk is? Op de televisie hebben we altijd zo'n leuke warming-up van de dag. Kennen jullie dat? Nederland in beweging. Nou, ik noem het vaak Efteling in beweging. Dat lijkt me leuker. Nou, en dan gaan we even met de pose 1 beginnen. Dat zijn de armpjes in de lucht. En dan ademen we in. En we houden het vast. En we houden hem nog vast. En adem uit. En dan ademen we weer in. En hou vast. Hou vast. Ja, dat gaat goed. En dan gaan we even door de knietjes. En dan doen we een klein sprongetje omhoog. Hatsa. En nog geen. En nog geen. En nog geen. Ja, en voor de mensen waar het moeilijk gaat, pak even een stoel. Er staan er genoeg. Dat zegt zij toch ook altijd. Ja, pak zo'n leuke stoel. En ga er even achter staan. En dan doen we stap opzij. Stap opzij. Stap opzij. En stap opzij. Ja, doen we nu even samen. Zijn we er klaar voor? En stap opzij. Stap opzij. Stap opzij. Stap opzij. Ja, en is de coördinatie een beetje goed? Dan pakken we je hand erbij. En die gaat open en dicht. En open en dicht. En open en dicht. Ja, nu iedereen. En open en dicht. En open en dicht. En open en dicht. De laatste. Open en dicht. Laten we nou eens alles achter elkaar gaan zetten. Dus dan beginnen we met... Niemand heeft opgelet. Adem in. Helemaal goed. Daar gaan we. Adem in. Hou vast. Hou vast. En adem uit. En adem in. En adem uit. Dan hadden we er weer eentje. En we springen. En we springen. En dan gaan we uit. En in. En uit. En in. En uit. En in. En uit. En in. Nou, ik ga bijna door mijn rug, zeg. Zijn we een beetje warm? Zijn we nou klaar voor de dag? En wat is nou het allereerste wat jullie gaan doen? Taart eten. Dat vind ik ook een goed idee, zeg. Taart eten in de volgorde. Dat is nog een veel leuker idee. Hey, willen jullie dat even voor me filmen? Lijkt me enig om te zien, zeg. Taart eten in de volgorde. Laten we dat het nieuwe normaal maken. Dat zijn we zo gewend, hè? Het nieuwe normaal. Leuk, hè? Zo, zeg. Maar we zijn een beetje warm. Ja. Ja? En wat gaan jullie zo doen?